gaan de verkeerde mensen dood. Waarom blijven er zoveel zeikerts leven? In mijn omgeving weet ik er meer dan zeven. Ach, ik ken er zo een hele sloot. Van die types, enkel bezig met hun werk. Ze hebben maar één doel, dat is de poen. Ze willen een gigantisch saldo op hun zerk en gaan door, door tot het miljoen. Waarom gaan de verkeerde mensen dood? Ik heb al veel te veel vrienden zien sterven. En inderdaad, daar viel geen spiet te erven, maar hun vriendschap was zo ontzettend groot. Lachen om die mop in het café, of samen naar het Ajax-stadion, of gewoon een pilsje met z'n twee, stinkend rijk met 9 stralen zon. Waarom gaan de verkeerde mensen dood? Juist jij, Suzanne, met wie ik zo moest praten, en bij praten hebben wij het niet gelaten. Wij maakten van de vreugd steeds hoge nood. We moesten regelmatig deserteren. Parijs, een smal en hoog hotel. Maar nu ben je er niet meer. En ik roep iets te hard, ik red me wel. Waarom gaan de verkeerde mensen dood? Waarom zit God zich stevast te vergissen? Steeds diegene die ik niet kan missen, en dat aantal is inmiddels veel te groot. Maar ja, ik moet ook niet overdrijven, het maakt me ook een stukje minder bang. Als de zeikers wat langer mogen blijven, leef ik tenminste zelf lekker lang.